In oktober 2018 is het start zijn gegeven voor de rehabilitatie en de herasfaltering van de wegstrekking Jenny Henaar. Deze weg verbindt het oosten van ons land en in dit geval het district Saramacca met het westen, het district Nikeri. Wij hebben een gesprek met Shire Nijman, hij is van de Baitali Groep en hij geeft ons een update over de werkzaamheden op deze wegstrekking. Project Jenny Henaar, fase 1 om exact te zijn, is officieel op 17 oktober 2018 van start gegaan. En sindsdien zijn we eigenlijk op een aantal werkfronten bezig om de weg in zijn geheel te rehabiliteren. Dit houdt in dat we in Koroni van de strekking Jenny tot Ingikondre van kilometer 104 tot 115 bezig zijn. Van Ingikondre tot Burnside 127 tot kilometer 148. En in Nieuw-Nikeri zijn we bezig van kilometer 188 tot 209, waar we nu staan. En eigenlijk gaat het erom dat we de weg over al deze drie strekkingen rehabiliteren. Dat houdt voornamelijk in dat we de bestaande weg verwijderen en een nieuwe, betere, sterkere, vaak ook uitgebreidere weg aanleggen. Op dit moment zijn we bezig op een aantal werkfronten. We zijn bezig op het werkfront dat wij noemen sectie 5. Daar staan wij nu. Daar zijn wij volop aan het stabiliseren. Dat houdt in dat we een nieuwe weg aanbrengen met zand, basecore, cement en roodzem. Daar zijn we nu al enkele maanden mee bezig. In Koroni zijn we ook bezig op twee strekkingen. In de eerste strekkingen, nabij Jenny Ingikondre, daar zijn we aan het asfalteren en eigenlijk de weg aan het afronden. En in de tweede strekking, bij Ingikondre en Burnside, daar zijn wij net begonnen met de voorbereidingen. En gaan we zo meteen flink van start met het verbreden van de weg en het aanleggen van basecores. De werkzaamheden lopen tot nu toe gestaag. Er zijn natuurlijk op alle werkfronten uitdagingen, maar als het op één plek stroef gaat, dan wordt dat opgevangen door op een andere plek wat efficiënter en sneller te werken. Dus overal lopen de werkzaamheden nu wel redelijk goed. De samenwerking tussen Baitali en de weggebruikers is wel redelijk goed. Dit is mede omdat we veel terugkoppelen met de respectievelijke DC's van Koroni en Nikeri. Ook proberen we veel mediaberichten te plaatsen van de strekkingen waar we werkzaam zijn. En op de plek zelf proberen we natuurlijk zo goed mogelijk instructies te geven, zodat de weggebruiker altijd geïnformeerd is dat er werkzaamheden zijn en hoe ze daarmee moeten omgaan. Voor elke strekking waar we werken en voor elke werkzaamheid die we doen, hebben we eigenlijk een traffic management plan. Dat houdt in dat het werkgebied wordt afgezet en dat er wordt gekeken naar de beste en veilige manier om ervoor te zorgen dat de weggebruikers ongestoord verder kunnen. Dat verschilt van sectie tot sectie. Soms kiezen we ervoor om dat met automatische verkeerslichten te doen. Dan is er dus eigenlijk geen externe handeling vereist, want de gebruikers kunnen gewoon het verkeerslicht volgen. En soms doen we dat middels spotters. Dan staan er gewoon twee medewerkers van Baitali en die geven gewoon aan stop of doorrijden, zodat de weggebruiker precies weet wanneer hij veilig kan rijden. Het project zal nog ongeveer een jaar duren. Wat er ongeveer allemaal nodig is om het project nog af te hebben, is dat er in Koroni nog een hele strekking moet worden afgerond. En hier in Nikeri moet er ook nog een halve strekking worden afgerond. In principe, als deze twee strekkingen geasfalteerd zijn, dan is het grote werk eigenlijk voorbij. Los van de wegwerkzaamheden zijn er ook nog twee grote uitdagingen in de vorm van de twee bruggen op kilometer 188 en kilometer 195 en een wat kleinere brug in Totnes. Die brug zullen ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden worden gebouwd, maar dat zal door een separate ploeg geboren. Dus dat zal allemaal simultaan lopen dit jaar. De opbouw van de weg zal over de verschillende secties een klein beetje verschillen. Maar om te beginnen voor de strekking in Nikeri hier. De onderbouw bestaat altijd uit subgrade, dat wil zeggen een klei ondergrond. Daarop komt er een 30 cm subbaselaag van zand. Daarop komt er weer een 30 cm stabilisatielaag. En daarop komt er een asfaltpakket van 16,5 cm. Voor de pakketten in Koroni, dat is volgens een traditionele opbouw,
Daar heb je weer de subgrade natuurlijk. En daarop heb je dan een 60 centimeter pakket aan zand. Daarop komt er een pakket van 25 centimeter basecoarse. En daarbovenop komt er dan 15,5 centimeter asfalt. Dat is voor de sectie die wij 1B noemen. Sectie 2 die is een klein beetje anders. Dat is nog steeds 50 centimeter zand aan subbase, 30 centimeter zand aan basecoarse en 16,5 centimeter aan asfalt. De breedte van de verschillende wegopbouwen die verschilt ook een klein beetje. Voor sectie 5 en sectie 1B wordt er een asfaltbreedte van 7,5 meter gehanteerd, mede vanwege de hoge wegsnelheid van 80 km per uur. En in het stuk van Ingikondre naar Burnside, daar is de ontwerpsnelheid 50 km per uur, wat inhoudt dat de asfaltbreedte 6 meter is. Jenny Heenaar is in het hele verkeersplaatje van Suriname heel belangrijk, omdat het de enige verbinding is van het westen met het oosten. Er zijn geen andere wegen die Saramaka met Nieuw-Nikeri verbinden. Dus het gebruik van deze weg is natuurlijk van groot belang voor zowel de bewoners van Nieuw-Nikeri, maar ook voor de buitenlandse relaties met Guyana, etc. Dus het goed hebben van deze weg is heel, heel belangrijk. Vandaar ook dat de eisen voor deze weg ook heel groot zijn. Er worden met heel zware assenlasten gerekend. De weg wordt heel breed ontworpen, mede omdat er veel vrachtverkeer etc. van zowel binnenland, maar ook vanuit het buitenland, vanuit Guyana wordt verwacht. Baitali is heel kritisch naar zichzelf toe. Overal zijn we wel redelijk tevreden, alleen we vinden wel altijd dat het nog beter en nog sneller en nog efficiënter kan. Maar als we het tegen de verwachtingen en wat er actueel gerealiseerd is bekijken, dan zijn we wel redelijk tevreden.